vorige Nou, hier zijn jullie. Ik heb echt een geniaal idee om te doen vandaag. Wat zijn jullie aan het doen? We weten niet wat we moeten doen. Wat bedoel je? Jullie weten niet wat je moet doen? Het is broer. Ik ben nog zo erg. Maar er is niks leuks meer. Nou, we hebben echt alles al gezien. De broek even tellen. Ze kan geheim en zo. Ja, nee, ik snap het. Maar ik heb echt een goed idee. Oké, even buiten adem, Sarah. Nou, ik weet dat al heel erg veel broek even video's hebben gemaakt en dat soort dingen. Maar zijn jullie niet met elkaar broek even versus het echte leven? Versus het echte leven? Echte leven? Ja, dat was wel cool. Hoe wil je dat dan doen? Ik denk dat de kijkers daar heel erg geïnteresseerd in zijn. Nou, zeg maar, stel je voor je hebt broekeven en je hebt het echte leven, waarin wij natuurlijk leven, want dit is een videospel, oké? Zijn we dan niet benieuwd hoe dingen van broekeven zouden zijn in het echte leven? Nou, eigenlijk Ja, het geniale idee leek me dus om één van jullie de straat op te sturen om letterlijk dingen te filmen van broekeven. Maar dan in het echte leven. Dat is een video in het echte leven, jongens. Maar Dennis, ik wil niet in het echte leven naar de gevangenis, oké? Nee, maak je geen zorgen. Ik heb allemaal leuke dingen verzonnen, oké, die we kunnen doen in het echte leven. Oké. Laten we stemmen wie als eerste gaat. En weet je wat, als de kijkers dit vaker willen zien, dus ons leven in het daadwerkelijke echte leven, dan moeten ze laten weten wie de volgende is, oké? Oké, jongens, we gaan stemmen op 3, 2, 1. Ik zeg Sam, hoor. De meeste stemmen hier naar jou, Sam. Vind jij het goed om je echte leven te filmen? Is goed. Oké, laten we de dag beginnen, jongens. Zoals ik al zei, heb ik namelijk een lijstje voorbereid met allemaal dingen die Sam dan moet doen in het echte leven. En dat zijn allemaal dingen die wij eigenlijk dagelijks doen in broekeven. En ik begin de dag meestal met natuurlijk wat boodschappen doen. Dus laten we gaan, jongens. Ja, lekker ontbijtje. We zijn hier in de broekeven supermarkt. En laat ik een zakje chips uitkiezen. Een Reese's chocoladebar. Laatste, een blikje cola. Jazeker. Laten we de supermarkt uitlopen. Natuurlijk wel even betalen. Ja, je moet wel betalen. Laten we wel betalen. Moet je niet vergeten, Sam. Is een videospel. Oké, Sam. Nu heb jij de opdracht om in het echte leven letterlijk de boodschappen te gaan halen die wij hebben gehaald hier. Dus een zakje chips, een Reese bar en een Coca-Cola blikje, oké? Hoi, welkom in het echte leven. Ik sta hier voor de supermarkt, want voor de eerste challenge heeft Dennis mij natuurlijk uitgedaagd om dezelfde spullen die hij in de broekeven supermarkt heeft gehaald, ik hier in het echte leven moet gaan halen. Dus laten we dat maar doen. Kijk, de eerste hebben we al binnen. Onze blikje Coca-Cola. Oh, we zijn bij de chipsafdeling. Ik zie geen rode Dorito-chips. Oké, ik heb net gevraagd voor de rode Dorito-chips, maar die hebben ze niet. Dus dan moeten we tegenrood aan gaan halen. En ik denk dat het deze oranje is. Oké, dan hebben we die ook binnen. Oh, we hebben Reese's gevonden. Let's go. Jongens. Heb ik dat nou net goed gezien? Heeft hij letterlijk alle producten gehaald? Volgens mij wel. Ik moet zeggen, het ziet er wel heel erg raar uit in het echte leven, vinden jullie niet? Ja, ik bedoel, als ik zo naar de video keek, wat Sam heeft gefilmd, lijkt het broek even totaal niet op het echte leven. Nee, absoluut niet. Alleen, weet je wat, dit was nog best wel een makkelijke opdracht. Zullen we hem het ietsjes moeilijker maken? Ja, nou, moeilijker kan niet. Ik heb wel een ideetje, kom met me mee. Oké, jongens, we staan hier voor een plot waar je natuurlijk een huis kan kopen. Want geen broek even zonder je eigen huis natuurlijk. En Sam, dit maakt meteen deel uit van jouw volgende challenge. Laat ik namelijk een huis spawnen hier. Kijk eens aan. En ik ga voor een mooi huis. Jouw taak, oftewel jouw volgende challenge, is namelijk om een villa-huis te vinden in het echte leven. Jazeker. We hebben hier een mega-villa neergezet in Broekhaven. En die moet jij zien te vinden in het echte leven. Alleen, dat is misschien een beetje moeilijk. Dus een villa in het echte leven is sowieso al goed, oké? Oké, succes! Oké, dus ik moet een villa vinden. Dat is niet zo moeilijk. Iedereen heeft wel een villa in zijn of haar stad of dorp zitten. Tadaa! Een villa! Let's go! Dacht Dennis nou echt dat het zo moeilijk was? Jongens, ik heb net in mijn ogen gevreven, maar ik kan mijn ogen niet geloven. Jullie wel? Nee, ik kan het echt niet geloven. Een villa in het echte leven, Sam! Jazeker! Je bent hier wel goed in, Sam! Het ziet er mega cool uit! Je bent
behoorlijk goed in deze challenges om ze uit te voeren in het echte leven. Weet je wat? Ik ben benieuwd of je de volgende challenge kan en daarvoor kunnen we hier blijven staan. In Broekhaven leef ik namelijk mijn hele dag. En eigenlijk neem ik echt mega veel video's op in Broekhaven. Maar soms moet ik van locatie naar locatie. En daarvoor gebruik ik natuurlijk een mega vette sportauto. Jazeker, Sam. Ik heb hier een Lamborghini neergezet en dat is meteen challenge nummer 3 voor jou. Vind een sportauto in het echte leven. Maakt niet uit wat voor werkauto het is, maar het moet een sportauto zijn. Oké, ik ga mijn best doen. Oké, succes. Oké, van Dennis moet ik dus een sportauto zoeken. En daarom ben ik hier bij een Porsche bedrijf, want een Porsche is natuurlijk een sportauto. Kijk mensen, hier hebben we al een Porsche, dus we hebben de sportauto gevonden. Kind, Sam heeft het net allemaal opgenomen en we hebben ernaar gekeken. Ja, inderdaad. Is dit een sportauto volgens jou? Dit lijkt op een Porsche, toch? Nou, dat vind ik wel, Dennis. Een Porsche 911 is wel een sportauto. Nou, dan vind ik dat je deze challenge hebt gehaald. Sam, gefeliciteerd. Je kan uit de auto komen, oké? Dankjewel. Alleen, jongens, denken jullie dat de challenges te makkelijk zijn tot nu toe? Moet ik het wat moeilijker maken? Nou, ik wel allemaal. Nu toe wel, ja. Mag nog wel. Ja. Heeft iemand trek? Ik heb altijd trek. Kom met mij mee, ik heb een idee. Oh, jongens, welkom bij de ijskomwinkel van Broekhaven. Hier is challenge nummer 4 voor Sam. Ijsjes. Sam, deze challenge wordt niet zomaar makkelijk. Je moet niet namelijk een normaal ijsje halen. Je moet een ijsje halen die wij kiezen. En weet je wat? Laten we gaan voor bubblegum. Wat dachten jullie daarvan, jongens? Dat is een hele lekker ijs. Dat betekent, Sam, dat jouw challenge is om nu een bubblegum ijsje te halen in het echte leven. Heel veel succes. Oké, ik sta hier bij de ijswinkel, want ik moet natuurlijk een ijsje halen in mijn lievelingskleur blauw. En natuurlijk de smaak bubblegum. Dus laten we dat maar doen. Oké, mensen, we hebben onze bubblegum-ijs. Jongens, ik had niet verwacht dat hij er zo goed in zou zijn. Nee. Hij heeft een bubblegum-ijs hier in Roblox, maar hij had hem ook in het echte leven. Inderdaad. Weet je wat, ik weet iets wat hij niet makkelijk gaat vinden. Volg mij. Welkom, Sam, bij Starbucks in Broekhaven. Jij moet vandaag een koffietje gaan halen en dat in het echte leven. Heel veel succes, want de Starbucks bestaat niet in het echte leven. En er is sowieso helemaal niks wat erop lijkt, toch, jongens? Nee, dat gaat niet. We gaan wel zien. Dus ik zou zeggen, ga maar naar het echte leven. Duik maar een koffiewinkel in. En zorg dat je een lekkere koffie haalt voor jezelf. Dit lukt hem echt niet. Oh, nou, Dennis denkt niet dat er een Starbucks is. Dat is er zeker wel. Starbucks. Dus daar gaan we even naar binnen. Jongens, hoe konden we dit niet weten? Natuurlijk. Dit is Starbucks in het echte leven, jongens. Maar Sam, dit is echt mega slim om daarheen te gaan. Weet je wat? Ik heb nog 3 mega lastige challenges. En we gaan je echt uitdagen vanaf nu. Oké, Sam. Opdracht nummer 6, oftewel challenge 6. Hiervoor moet jij naar de bibliotheek in het echte leven. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Dat weet ik, jongens. Dat weet ik. Dat is nog niet klaar, oké? De challenge is namelijk niet zo makkelijk als dat je dacht. In Broekhaven is er namelijk een heel erg groot geheim. En daarvoor moet je allemaal dingen doen. Namelijk, als je uiteindelijk hier omhoog springt, kom je op een geheime plek waar het rode boek verstopt ligt. Namelijk hier. Wow. Dat is jouw taak. Vind het rode boek in het echte leven in een bibliotheek. Heel veel succes daarmee. Dit wordt onmogelijk, jongens. Dit wordt onmogelijk. Oké, Dennis heeft me natuurlijk de opdracht gegeven om een rood boek te vinden. Maar waar hij niet aan dacht, de Biep heeft heel veel rode boeken. Dus dat is hartstikke makkelijk. Ik praat namelijk een beetje zacht, want in een Biep moet je altijd een beetje stil zijn. Dus laten we een rood boek vinden. Ah, kijk eens. Kijk wat we hebben gevonden. Het is niet helemaal rood, maar die kunnen we doen. Is deze rood? Ja, kijk mensen. We hebben een rood boek gevonden. Nou Dennis, deze was hartstikke makkelijk, deze challenge. Jongens, ik geef het op, oké? Iemand anders van jullie mag een challenge verzinnen, oké? Dit is gelukt. Hoe kan je een rood boek vinden in de bibliotheek? Wacht, trouwens, er zijn best wel veel rode boeken nu. Oké, Tommy, jij verzint een challenge, oké? Wij volgen jou. Oké, jongens. Je weet hoeveel we van de bioscoop houden, toch? Ja, zeker. We gaan hier meerdere keren per week. Oh, ja, zeker. We komen hier meerdere keren per week. Precies. Dus Sam, aan jou de challenge. Ga in het echte leven naar een film toe, oké? Serieus? Oké. En haal erbij ook een popcorn. Inderdaad, je moet een popcorn. Dat is een hele goede challenge. Oh, ik ben nu hier in de bioscoop en ik heb wel echt zin in een film en een popcorn natuurlijk.
serieus nou, Sam? Zijn er ook dingen die jij niet kan? Ah, ik bedoel, ben je nou gewoon naar de puberteit? Wacht eens even, Sam. Heb je nog met mijn Robux betaald? In het echte leven, dus met mijn geld? Misschien. Weet je wat? We hebben nog één challenge voor jou. En het kind weet daarvoor wel een leuke challenge, toch, kind? Ja, zeker weten. Volg mij maar. Oké, kom maar op. Oké, Sam. Wij staan hier namelijk bij de speelhal. En jij moet in het echt ook naar de speelhal gaan. En natuurlijk een spelletje spelen. Ho, maar niet zomaar, Sam. Wij willen namelijk dat je in het echte leven een jackpot haalt op een of andere speelautomaat. Succes, en zolang dat niet is gelukt, dan is de challenge gefaald, oké? Ja, zeker. Oké, is goed. Nou, en weet je wat? Het eindresultaat wat het is geworden, dan mogen de kijkers bepalen of het akkoord is of niet. Laat weten in de reacties of Sam zijn challenge heeft gehaald. Laat ook even weten wie van ons de volgende keer moet in het echte leven. Jongens, wie wil er? Dit wordt nog spanning. De kijkers bepalen. Ik sta hier nu bij een speelhal, want ik moet natuurlijk de jackpot halen. Dus laten we dat gewoon doen. Mensen, als eerste spel ga ik dit spelen en de 10.000 is de jackpot. Dus laten we dat maar eens gaan proberen. Oh, bijna de 5.000. En we gaan weer. Nee, helemaal niks. Kom op, kom op. 5.000. Let's go. Maar dat is geen 10.000. En de laatste. Ook niks. Oké, ik heb dit spel gevonden en hier staat bonus en dat is natuurlijk de jackpot. Balletje, niet te hard, niet te zacht, dan doen we dit. Oh, en dat was veel te zacht. Oké, dan gaan we nog één keer. Ah, nee. Mensen, deze machines zijn een beetje kapot, waardoor er wel eens geld vanaf kan gaan zonder dat je speelt. Oké, dit was natuurlijk de laatste opdracht van Dennis. En het is me helaas niet gelukt om een jackpot te halen. Dus moet ik het hier afsluiten. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Later!